Vandaag ga ik de theorie uitleggen, dus eigenlijk een beetje Theorie 101, muziektheorie. De oorspronkelijke aanpak is effectief om met noten te werk te uh, gaan en met akkoordsymbolen. Maar omdat jullie, of de meesten van jullie, toch eerder vertrouwd zijn met een DAW, zoals Ebelton, um, ga ik proberen de theorie uit te leggen aan de hand van Ebelton. Dus het is iets praktischer gericht. Want waarom kan dat? Omdat eigenlijk een e een soort ander notatiesysteem heeft dan het normale in notenbalken notatiesysteem. Bijvoorbeeld, hier zie je een melodielijn van Happy Birthday. Maar evengoed kun je dat in e creëren aan de hand van deze. Um, Noten van een piano stelt dat eigenlijk voor. Dus de witte noten van een piano en de zwarte noten van een piano. En dan kun je naar omhoog of naar beneden gaan. En dat gaat de toonhoogte aanpassen. Maar daar krijgen jullie later meer over. En dan akkoorden. Hier heb je gewoon de akkoordjes uitgeschreven in Ableton dan. Dus dat is gewoon eigenlijk exact hetzelfde. Ik zal het een keer afspelen. Voilà, dus wat we nu gezien hebben is eigenlijk exact hetzelfde als wat er hier op papier geschreven staat. Dus of we dat nu via notenbalken doen of via e-boton doen, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is at the end het eindresultaat dat belangrijk is. Daarom is deze les in Ableton gegeven. We gaan starten met een melodielijn te maken in Ableton. Nu Ableton kunt je breed nemen in elke andere DAW kunt je dat uiteraard ook, maar ik ga vandaag Ableton gebruiken. Vandaag zien we het eerste deeltje uh, en met, als je melodie maakt, zijn er eigenlijk twee zaken belangrijk. De toonhoogte en het ritme. Als je die twee zaken onder de knie hebt, uh, dan kun je perfecte melodie maken. We gaan beginnen met de toonhoogte. En we beginnen in de majeur toonladder. En zoals het woord het een beetje impliceert. Majeur betekent vrolijk. Dus hierbij gaan we vooral vrolijke melodieën maken. Alles begint met Do of C majeur toonladder. Ik ga er even naar E-button overgaan. Voilà. Dus als we in E-button zitten, dan zien we hier witte en zwarte toetsen. Die komen eigenlijk overeen met de witte en zwarte toetsen van een piano. Alles begint eigenlijk met de witte toetsen. Dus ik ga alle witte toetsen uh, daar een nootje tekenen. Dus je hebt een C. D, E, F en zo verder. G, A, B en dan weer een C. Dus nu hebben we de C-majeur of de Do-majeur toonladder getekend. En alles wat volgt op deze les is gebaseerd op deze toonladder. Oei. voilà. Dus hier ziet je nog een keer een printje. Um, nu in E-boton gebruiken ze C D E F G en zo verder, maar wij gaan vaak spreken van Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Dus in de trad traditionele lessen gaat er eerder die notatie tegenkomen um, dan C D E F G en zo verder. Maar E-boton gebruikt wel letters. Nu een toonladder, um, een majeur toonladder. Die wordt bepaald door een soort DNA-structuur. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen um, dat er tussen sommige noten een zwarte toets gaat zitten en tussen sommige noten geen zwarte toets gaat zitten. Dus hier, waar de rode cirkeltjes rond zijn, kunt je zien dat er hier geen zwarte toets tussen zit en tussen de andere noten zit er telkens wel een zwarte toets. Oké, okay, wat wil dat nu zeggen? Eigenlijk wil dat zeggen dat bijvoorbeeld van hier de C-noot naar de D-noot heb je twee halve tonen. Ja? Dus samen is dat één toon. Oké, okay. nu, um, dus twee halve toontjes. Hier de volgende, van D naar E, heb je ook één volledige toon. Want. Die bestaat uit twee halve toontjes. Dan hebben we van E naar F is maar een halve toon. Want je maakt maar één sprongetje. En zo kun je verder gaan. Hè. Van F naar G heb je een volledige toon. Dus twee sprongetjes. Dan van G naar A ook een volledige toon. Van A naar B een volledige toon. En van B naar C ook een volledige toon. Oké. Okay. Nu uiteraard zijn er ook zwarte toetsen op een piano en die krijgen um, ook een letter, maar daar gaat altijd iets achter staan. Dus bijvoorbeeld bij E-boton als ik een nootje neem en ik sleep die naar boven, gaat die in dit geval C-kruis, twee noemen. Ja, hetzelfde hier als ik dan naar boven sleep F-kruis. Dus elke noot dat je naar boven sleept gaat er een kruis bij staan. Ja, dan ziet je hier bijvoorbeeld re. naar re-kruis. Ja, in een notenbalk noteert je dan mijn kruisteken voor de noten. Nu, natuurlijk heb je ook mollen. En een mol is eigenlijk het omgekeerd van een kruis. Dus een re-mol wil zeggen een halve toon onder re. Of D. Dus hier heb je een D. Moest ik nu een halve toon naar beneden gaan, zou dat normaal een D-mol moeten zijn. Dat is een beetje het nadeel uh, van een e of elke andere DAW te werken, um, die werken alleen maar met kruisen. Dus ja, hier gaat nooit een D-mol staan. Maar eigenlijk is do-kruis, praktisch gezien, hetzelfde als re mol Ja, want... Hier ben ik begonnen. Als ik een do een halve toon naar omhoog doe, heb ik do kruis, dat klopt. Als ik een re een alter naar beneden doe, dan heb ik re mol. Ja, hier staat staan je ook do kruis omdat dat hetzelfde wil zeggen, maar binnen de theorie zou je eigenlijk een re mol moeten zeggen. Nu bij ons maakt dat niet zoveel uit voor een melodie te creëren um, is dat niet super belangrijk. Oké. Okay. Ga ze weer zetten. Dus gewoon belangrijk is het onderscheid tussen een kruis en een mol. Als je een zwarte toets wil benoemen, uh, ja, heet dat dus een kruis of een mol van een bepaalde andere toets. Oké, okay. dan gaan we even verder. Nu, natuurlijk daarjuist zitten we, hier zitten we in Do, hebben we de C-toonladder. Ja. Nu, met deze toonladder kun je heel veel melodieën creëren. Heel veel melodieën zijn hierop gebaseerd uit noten. Met deze toonader. Uh, dus je kunt random noten selecteren en naar boven en beneden slepen, en zo verder, en dan kun je een volledige melodie spelen. Ja? Nu, het zou heel saai zijn uh, moest elk stuk in do staan of in C groot, um, Je kunt namelijk je stukken ook in een andere toonaard uh, slepen. Ja, Of transponeren heet dat. Dus dan moet je eigenlijk al je noten selecteren. En dan kun je die met de pijltjes of door middel van te slepen. Oei, dat is wel heel laat. Ik ga het even uitzetten. Naar boven of naar beneden zetten. Ja? En het is altijd de eerste noot. Dus hier bijvoorbeeld zien we een la kruis staan. Dat geeft de naam van de toonladder. Dus. We hebben La Kruis Groot. Ja. Dat klinkt als volgt: Dus je hoort, dat is eigenlijk exact hetzelfde als Do, re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, maar je begint op een andere toon. Dus hier kun je uiteraard ook melodieën mee creëren zoals in elke toonaard. Dus. Kort samengevat, als je iets wilt transponeren, kunt je de tonen van C groot. Ja, ik ga hem weer een keer in C zetten. Een shortcut voor alles te selecteren is Command A. Naar boven slepen. Voilà, we staan in C groot. Dan, eh, als je bijvoorbeeld een stukje in Re wilt, ja, of in D, moet je eigenlijk alles verslepen naar D. En dan gaan we alle noten hebben die passen binnen D-groot. Dus binnen deze toonladder kun je dan melodietjes maken. Alright? Dus dat ziet je hier ook staan. Ja, dus hier D-groot. En let op, hier hebben we wel zwarte toetsen, namelijk een F-kruis en een C-kruis. Als ja. dus je dan nu een notenbalkstructuur eh, Gaat zetten, ga je zien dan die nootjes van voor, die kruisen van voor staan. Ja? Dus je ziet hier een fa-kruis en een do-kruis, zodanig dat je dat niet telkens weer in de notenbalk moet noteren. Dus je moet wel opletten waar dan de kruisen staan, die noten die bevatten ook een kruis. Ja? Dus hier de rood omcirkelde nootjes hebben een kruis. Nu, dat is de eerste manier om um, dus te transponeren, namelijk vertrekkende vanuit e Uiteraard bestaan er uh, nog manieren, namelijk vertrekkende vanuit de DNA-structuur. Dus we hebben daar juist gezegd dat de toonladder bestaat... Um, wacht, ik ga zelf een keer terugscrollen, dan kun je het goed zien. Uit een volledige toon, een volledige toon, een halve toon, volledig, volledig, volledig en een halve toon ja dat is een soort DNA structuur dat klopt altijd nu als we dat willen toepassen dus toon toon halve toon 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 halve toon we kunnen dat ook zo in ebot doen dus kijk hier alles wissen stel je voor we willen um, sol of g de toonladder in g dan beginnen we met g ja, dus dat is onze basistoon, onze toon uh, waarnaar onze toonladder vernoemd is. Dan gaan we verder doen. Dus als we kijken naar ons structuurke, toon, toon, halve toon. We gaan die drie al een keer doen. Dus eerst hebben we een toon, dus 1, 2. Voilà. Dan hebben we een toon, dus 1, 2. Dan hebben we een halve toon, een half stapje. En dan even terugkijken, dan is het toon, 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 halve toon. Dus drie keer een toon en dan een halve toon. kunnen we doen. Dus toon, toon, toon. En halve toon. Ja. Als we nu eens de E-botton trick toepassen, dus alles slepen naar C, dan gaan we zien dat er enkel witte toetsen zijn geselecteerd. Dus dat we weer in do groot zitten. Dus, okay. um, Voilà. Dus zo kunnen we eigenlijk ook um, een toonladder creëren. Nu, we moeten wel rekening houden met het feit dat er een nadeel is in Ableton. Ik heb het daar juist al even aangehaald. Um, dat we in Ableton eigenlijk niet met mollen werken. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik nu zeg uh, maak een keer een toonladder in uh, la-mol bijvoorbeeld, dan moet je beseffen, ja, la-mol is een halve toon lager dan la. Ja. Dus hier is la, Ik ga even die noot wegdoen, hier is la. Dus la-mol is een halve toon lager, maar ebelton zegt daar wel g-kruis tegen. Dus dan moeten we proberen even goed na te denken: van oké, okay, ja, als ik nu de toonladder in la mol wil, is dat eigenlijk hetzelfde als een g-kruis. En dan kunnen we dezelfde trick toepassen. Dus um, ik ga even de noten deleten. En weer hetzelfde. Hè? Dus we vertrekken van la mol. En dan gaan we weer. Eens kijken naar onze DNA-structuur. Dus 1, 1, een half keer. 1, 1, 1, en een half keer. Dus 1. 1. En dan was het een half keer. En dan drie keer 1. 1. 1. En een half keer. En dan zitten we in de la moltoonadder. Oké. Okay? Dus. We kunnen een keer controleren door alle noten te selecteren en naar een dood te slepen. En dan zien we dat dat overeenkomt met alle witte toetsen. Dus het klopt. Ja, uiteraard, nu werken we van C3 tot C4. Je kunt natuurlijk nog naar omhoog gaan of naar beneden gaan. Hè. Je kunt gewoon alle witte toetsen van de piano gebruiken. Dus um, je kunt alles octaveren en een octaaf naar boven of naar beneden plaatsen. Alright. Nu hebben we vooral de toonhoogtes um, besproken. Dus bijvoorbeeld hier zitten we in do. We kunnen gewoon een melodietje maken door noten te verslepen en te luisteren. En dan kun je eigenlijk naar smaak um, noten kiezen. Dus ik ga bijvoorbeeld hier iets heel random doen. Um, als we nu een keer luisteren naar wat ik gemaakt heb. Deze klinkt eerder saai. En hoe komt dat? Omdat we nog geen gebruik hebben gemaakt van ritmes. Ja? Dus ritmes um, bepalen hoe lang of hoe kort noten zijn. Dus nu is onze noot telkens even lang. Maar eigenlijk willen we dat variëren om iets interessanter te maken. Oké, okay. en dan ga ik even vertrekken vanuit ja, een soort normale notatie, dus de notatie op notenbalken. Um, hier kun je eigenlijk alle noten zien. Dus we hebben hier een hele noot. Hier kunnen we dat zien staan. En die hele noot dat duurt vier tellen lang. Ja, straks ga ik het een keer in E-boton, Of nee, ik ga het nu direct doen. Vier talen lang. Dus ga ik ga er alles wissen. Hier moeten we eerst zien dat we maar één maat selecteren. Dus hier van boven zie je het nummertje 1 staan. En hier het nummertje 2. Vanaf hier deze lijn. Begint eigenlijk de tweede maat. Maar nu willen we even maar één maat om het duidelijk te maken. Dus we gaan inzoomen, inzoomen op die ene maat. Oké, okay. voilà. Uh, nu zien we mooi elke tel van de maat. We zitten in 4-4. Straks ga ik uitleggen wat dat precies inhoudt. Dus hier is de eerste tel, tweede tel. Derde tel, vierde tel. Dus ik kan bijvoorbeeld een do-noot voor vier tellen lang uh, slepen. En dat wil dus zeggen um, dat deze noot vier tellen lang duurt. Ja, dus deze is een hele noot. Natuurlijk kun je die hele noot onderverdelen in twee gelijke deeltjes. Dat heet een halve noot. Ja, dus die duurt maar de helft zo lang, dus elke halve noot is twee tellen. Dus dat, bijvoorbeeld ik ga ik een keer op een la doen of een a, dus dubbel klik en dan een halve noot duurt twee tellen lang en dan oh ja, nog een halve noot duurt nog een keer twee tellen lang. Dus hier hebben we twee halve noten en we kunnen hier mooi zien dat dat in de helft is van een volledige noot, een hele noot. Ja? Dus twee halve nootjes in totaal heeft dezelfde lengte als een hele noot. Dan kunnen we nog een keer onderverdelen. Dus een halve noot kunnen we nog een keer in twee deeltjes onderverdelen. En dat heet de kwartnoten. Ja? Dus in een volledige maat waar vier tellen in zitten, zitten vier kwartnoten. Dus, als we dat een keer tekenen, hier is een kwartnoot, hier, hier en hier. Dus nu hebben we vier kwartnoten en je kunt mooi zien, in één halve noot zitten er twee kwartnoten. Ja. Dus hier ook, één halve noot, zitten er twee kwartnoten, dat is exact dezelfde lengte. Oké. Okay. Dan kunnen we dan nog een keer onderverdelen, dus we kunnen eigenlijk verder blijven gaan. Een kwartnoot kunnen je nog een keer in achtste noten onderverdelen. Um, en dus zien we dat we hier re redelijk wat achtste nootjes hebben. Dus elke kwartnoot heeft twee achtste noten. Dus we hebben er acht in een volledige maat. Nu, als ik dubbel klik, teken ik een noot. Maar je ziet, ik krijg direct een kwartnoot. En je zou dat kunnen slepen, maar dat is niet super precies. Dus ik ga die even wijzigen. Als je rechter muisknop doet, kun je hier kijken hoe je een grid is gefixt. Ja, dus nu staat hij op kwartnoten. Als ik hem op achtste noten zet, dus 1 op 8, en ik teken dan een nootje, dan ga je zien dat je een perfecte achtste noot hebt. Ja? Dus die is mooi nog een keer onderverdeeld. Ja. Je kunt dat ook zien hier, dat is dus, als je hier hebt, heb je een volledige tel. Ja. Mooi, de helft daarvan is een achtste noot of een achtste tel. Dus dat kun je weer alles beginnen opvullen. Een achtste noot, kun je weer mooi zien, één kwartnoot bestaat uit twee achtste noten. Dus hier één kwartnoot zijn twee achtste noten en zo verder. Dus zo kun je zien, een volledige maat, dus van vier tellen, kunt je opvullen met een volledige noot of een hele noot. Dan twee halve noten, dan vier kwart noten en dan allemaal achtste noten, acht achtste noten. Oké, okay. nu is het, uh, is het wel saai als we elke maat volledig um, opvullen? Daarom bestaat er ook iets als rusten. Ja, dat heb je misschien hiernaast al gezien. Dit is de notatie voor rusten. Dus je hebt een hele rust, halve rust, kwart rusten en achtste rusten. Um, wat wil dat dus zeggen? Dat je eigenlijk soms openingen gaat laten waardoor noten korter of langer klinken. Bijvoorbeeld zo kunt gemaat opvullen, of je kunt bijvoorbeeld een noot, een achte noot langer maken, je kunt een hele noot, um, een achte noot korter maken, en zo kunnen eigenlijk heel veel variaties brengen. Dus ga ik hier beginnen als ik random een melodie wil creëren. Um, je kunt beginnen met de toonladder. voilà. Dus dat zijn gewoon alle witte toetsen. Stel je voor, ik wil mijn melodie in sol. Dus ik selecteer alles en ga naar sol. Voilà. Nu weet ik dat dat zijn alle nootjes die sol bevatten. En dan kan ik beginnen spelen. Hè. Normaal zou ik hier wel langer op zoeken en effectief luisteren. Uh, maar ik ga hier gewoon random iets proberen. Voilà. En mocht alle nootjes uit sol gebruiken. Dus vaak kruis zit erin. En dan zo, en die maak ik een kwartnoot. Dan we ik een keer luisteren naar wat ik gemaakt heb. Voilà, dat is een voorbeeldje van een melodie. En gehoord, dat is al direct minder saai door ritme daaraan toe te voegen. Uiteraard kan ik bijvoorbeeld zeggen: ah, die noot ga ik skippen. Hier zit een rust. Ook even laten horen. Voilà, dan krijg je zoiets. En zo kun je eigenlijk melodielijnen gaan creëren. Um, gebruikmakende van verschillende toonhoogtes en van verschillende ritmes en rusten. Dus hieronder zie je nog een keer een tekening die we daar juist hebben uh, opgebouwd. Hele noten, twee halve noten, dan vier kwart noten en dan achtste noten. Heel belangrijk is ook de maatsoort. Dat kunt je bij een e-button hier van boven zien, van boven links. Je ziet hier 4-4 staan, dat kunt je veranderen. Wat wil dat zeggen? 4-4. Het bovenste getal ja, staat voor uh, de kwartnoot. Uh, en het, uh, sorry, het onderste getal staat voor de kwartnoot. Dus uh, hier, deze noot. En het bovenste getal staat voor uh, hoeveel noten. Dus 4, 4 wil eigenlijk zeggen, 4 kwartnoten zitten er in 1 maat. Ja? Dus 1 maat, zoals je hier ook kunt zien, bestaat uit 4 kwartnoten. Als ik dat nu in Ebelton een keer verander, bijvoorbeeld in 3, 4. Dus ik klik dat aan en ik type in 3. Dan staat mijn Ebelton in 3, 4. Als ik nu uh, een maat gaan bekijken. Dus ik ga even dat hier wegdoen. Ga de zien, hier, bijvoorbeeld de vierde maat, 1, 2, 3, zijn onderverdeeld in drie kwartnoten. Als ik eens een kader teken, ga ik zien, hier is één tel, hier is nog een tel van een kwartnoot. Hup. Hier is nog een tel van een kwartnoot. Dus dat zijn drie tellen, drie kwartnoten. Dus daarom een 3-4. Okay? De meeste popsongs zijn wel in 4-4 geschreven. Dus ik raad ook aan om in het begin als je melodie schrijft, proberen in 4-4 te werken. Dat gaat waarschijnlijk voor de meeste iets natuurlijker aanvoelen. Dus nu het opdrachtje is eigenlijk, je kunt zelf aan de slag gaan. Hè. Zoals ik daar juist een melodietje heb geschreven, kunnen jullie ook um, een melodie schrijven. Ja, maar probeer wel goed te luisteren naar de noten. Ik heb daar juist een beetje random gedaan, maar het is wel de bedoeling dat je een mooie melodie schrijft. Um, dus wat je zelf tof vindt. Nu probeer ook niet in doof een c, omdat dat heel makkelijk is. alle witte toetsen, maar probeer te transponeren. Ja, dus je mocht in eender welke een toonaard zetten en schrijf dus daar een melodie in. Voilà. Veel succes. Nu is het ook belangrijk om akkoorden te kunnen maken. Dus we gaan dat zien binnen Ableton. Nu, ik ga tonen in Ableton, maar zoals de melodieles kun je dat in elke DAW doen. Dus, het eerste deeltje van hoe een akkoordenprogressie maken. Eigenlijk start alles van de toonladder ook die we geleerd hebben. De C majeur toonladder of de Do groot toonladder, dezelfde benaming. Dus opnieuw beginnen we met alle witte toetsen aan te klikken. Dus nu hebben we de Do groot toonladder. Alright. Opnieuw e zegt C, D, E, F, G, A, B, C. Maar bij ons ga je vaak tegenkomen door Fa Sol, Si, Do. Om nu akkoorden te maken moet je harmoniseren. Heet dat? dat is eigenlijk een fancy naam voor akkoorden maken. Dus we gaan eigenlijk binnen deze toonaard akkoorden maken. Akkoorden die goed passen op deze melodielijn. Het begint allemaal met de grondtonen, dat zijn eigenlijk telkens de laagste tonen of de tonen die we hier al getekend hebben. Dan gaan we een stapeling van nootjes doen. Ja. Een akkoord bevat drie noten en we gaan een stapeling doen. Dat is eigenlijk een moeilijk woord voor altijd een toon overlaten en dan een toon tekenen, een toon overlaten en een toon tekenen. Ja, dus bijvoorbeeld hier bij C. We gaan een toon overlaten, dus D gaan we niet tekenen. En dan de E gaan we tekenen. Dus we hebben al twee tonen. En dan gaan we de Sol tekenen of de G. Want de F moeten we openlaten. En zo hebben we drie tonen en hebben we ons eerste akkoord. Ik ga het een keer laten horen. Oh ja, ik ga dat hier iets trager zetten. Voilà. Dat heet Do-Groot Akkoord, maar straks daar meer over. Dat kunnen we nu natuurlijk op elke noot doen. Dus hier weer. We beginnen met de D. Toontje overlaten. Hup. Toontje overlaten. Hup. Hetzelfde. E. De Fani. De G. Toontje overlaten. En de B. Dan volgende. F. A. C. En zo kunnen we eigenlijk verder gaan. Totdat we op ons laatste akkoord zitten. En dat is eigenlijk een exacte kopie van het eerste, maar een octaaf hoger. Oké, okay, ik ga een keer laten horen wat we nu gemaakt hebben. Voilà. Dus dat zijn eigenlijk allemaal akkoorden die heel mooi bij elkaar passen. En uit deze reeks van akkoorden kunnen we vertrekken. Deze reeks heet ook wel de diatonische akkoordenreeks. Ja, die naam moet je niet per se onthouden. Uh, het is puur ter info. Dus hier kunnen we nog een keer exact hetzelfde zien. Wat we daar juist hebben opgebouwd. Zij gaan dat aanduiden, of het wordt aangeduid met uh, Romeinse nummers. Dus 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6, 7 en opnieuw 1. Waarom? Omdat dat exact hetzelfde is als het eerste, maar een octaaf hoger. Dus ze spreken van het eerste akkoord, tweede, derde, vierde en zo verder. Nu. Natuurlijk, elk akkoord geeft een bepaald gevoel met zich mee. Sommige akkoorden klinken eerder vrolijk en sommige akkoorden eerder triest. Dus dat heet majeur, mineur en dan hebben we nog een extra ding, diminished. Dat is eerder een spannend akkoord. Dat ga ik straks ook eens laten horen. Um, hier vanonder kun je mooi zien, mijn lachend gezichtje is een vrolijk akkoord of majeur. En dan gaat je niets bij de eerste graad zetten. Droevige gezichtjes zijn mineur en daarbij gaan ze de kleine letter M bijzetten. Dus bijvoorbeeld het zesde akkoord is ook mineur, de kleine letter M. En dan hier hebben we een diminished akkoord. Dat is dat speciaal akkoord, dat heeft eerder een spannende soort sfeerweer. Nu, het diminished akkoord wordt weinig gebruikt of bijna niet gebruikt binnen de popwereld. Ja, dat is eerder een akkoord dat. Uh, bijvoorbeeld binnen de filmmuziek uh, veel gebruikt wordt, of binnen de jazz uh, wordt dat ook wel gebruikt, maar binnen pop veel minder. Dus, wat hebben we nu? We hebben nu zeven akkoorden die mooi bij elkaar passen, waarvan sommige akkoorden vrolijker klinken dan andere. Ja. Ik ga nu eerst dat de akkoord eens laten horen. Uh, dus, dat is het zevende akkoord. Zo klinkt het diminished akkoord. En je hoort dat dat mooi oplost terug naar het eerste. Ik ga dat laten horen. Voilà. Dus, dat geeft zo een soort spannend gevoel. Oké. Okay. Dus nu hebben we onze akkoordenreeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Met daarbij telkens het gevoel of de klankkleur. Um, en dat is minor, major of diminished. Nu, je gaat zelfden in een partiture zo'n reeks zien staan. Je gaat eerder akkoordsymbolen zien staan. Dus eerder C, D, E, mineur, F, G, A mineur, B diminished, eerder zo'n symbolen. Hoe kan je nu deze symbolen creëren? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ga telkens kijken naar de onderste noot. Dus hier zie je de, de aangelichte nootjes, dat is telkens de onderste noot. En dat is de naam van het akkoord. Dus hier, omdat dat de C-noot is, is dat C-akkoord. De D-noot is D-akkoord en zo verder. Uiteraard moet je dan nog uh, het mineur, majeur of diminished gegeven erbij doen. Dus het D-akkoord is mineur, dus met een M. E-akkoord, e mineur, met een M. -tje. Het F-akkoord is een majeur akkoord, dus daar ga je niets bij doen. Het G-akkoord ga je ook niets bij doen. Het A-akkoord ja, is een mineur-akkoord, dus daar ga je A-M van maken. En het zevende akkoord is het B-akkoord, B-diminished. heet dat. Dus zo krijg je eigenlijk um, een reeks: C, d mineur e mineur F, G, a mineur B-diminished en C. En dat is de originele notatie um, voor de akkoorden. Dus zo gaat het vaak tegenkomen op partituren. Natuurlijk, in ons geval is dat niet per se nodig. Wij kunnen gewoon in graden werken. Dus die Romeinse nummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, okay, maar het is gewoon: dan weet je het als je partituren ziet staan, wat dat eigenlijk inhoudt: een C- of een D-mineur akkoord. De volgende stap is: een beetje bij de melodielijn, transponeren. Nu transponeren is eigenlijk uw akkoorden hoger of lager zetten. En waarom zou je dat nu doen? Enerzijds de belangrijkste reden ook is het bereik van instrumenten of de vocal. Bijvoorbeeld als de zanger aan bepaalde noten niet kan, omdat ze te hoog zijn, kunt je heel de progressie naar beneden zetten en zo kan de zanger er wel aan. Hetzelfde geldt bij instrumenten, bijvoorbeeld een gitaar of een viool. Uh, heeft altijd een bepaald bereik. Dus een bepaalde laagste noot en een bepaalde hoogste noot. Dus als je een gitaar gaat opnemen, moet je daar wel rekening mee houden um, tussen welke noten note hij kan spelen. Nu, stel je voor gemaakt enkel in Ebelton instrumentale muziek. Dus dan is dat bereik van de instrumenten van minder belang. Um, dan is het nog altijd belangrijk om te transponeren af en toe voor de verfrissende werking. Wat wil ik daar nu mee zeggen? Als je een optreden geeft of songs of een album maakt en allemaal songs laat horen die in eenzelfde toonaard zitten, gaat dat redelijk saai werken. Ja, dus de luisteraar gaat dat redelijk snel beu zijn. Um, als je dat wilt oplossen, kun je bijvoorbeeld iets in een andere toonaard zetten. En um, zo gaat het iets verfrissender werken, gaat de luisteraar meer attentie hebben op wat dat je gemaakt hebt. Nu, hoe moet je dat nu doen? Dat is eigenlijk heel eenvoudig binnen Ableton. Een beetje hetzelfde als de melodielijnenles. Ik ga dat even uitzetten dat we het niet horen. Je kunt alle nootjes selecteren. Command A. Alles selecteren. En dan kun je eigenlijk alles naar boven of beneden zetten naar lang welke dat je wilt. Bijvoorbeeld als we alles naar re willen zetten, D. Dan slepen we dat, waarbij de eerste noot D wordt. En nu hebben we allemaal akkoorden gemaakt die binnen de D majeur of D groot of re groot allemaal andere benamingen die hetzelfde betekenen. Maar akkoorden die daar binnen passen. Ja. Ik ga het even weer tonen op mijn. Voilà. Um, dus hier zie je de akkoordenreeks. Ja. We hebben alles naar tegenzet. Nu, die graden blijven exact hetzelfde. Dus de eerste is nog altijd, je kunt gewoon in graden werken. 1, 2 mineur, 3 mineur, 4, 5, 6 mineur. De zevende minisht en één. Dat blijft exact hetzelfde. Dus hetzelfde als do. Het enige wat verandert is als we met akkoordsymbolen willen werken. Dan gaan we in plaats van hier die C op de eerste plaats, hier, gaan we een D zetten. Waarom? Omdat de onderste noot een D heet. Dan, vervolgens, die noot heet E. Dus E, maar geen gewone E, een mineur E van de tweede graad omdat de tweede graad altijd mineur is. Dan gaan we verder doen. Nu hebben we een F-kruis. Dus de naam van het akkoord is al F-kruis. En het gevoel is triest, mineur. Dus een M daarbij. F-kruis, mineur. Zo kunnen we verder opbouwen. Ja. Tot C-kruis diminished. Waarom? Onderste noot is C-kruis. Voilà, C-kruis. En dan hier. Um, de zevende graad is altijd diminished, dus C kruis diminished. Ja. Opnieuw, voor ons is dat niet echt belangrijk om de namen van de akkoorden te gebruiken, maar als je werkt met externe muzikanten, een gitarist of een pianist bijvoorbeeld, die gaat eerste graad, tweede graad mineur niet echt kunnen lezen, die gaat echt nood hebben aan deze akkoordsymbolen om te kunnen meespelen. Dus als je iemand laat meespelen, moet je altijd even opschrijven oh ja, dat is een D-akkoord, dat is een fa mineur akkoord um, Om zo ja, duidelijk te maken wat je precies wilt. Dus transponeren is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè? Alles selecteren en naar boven en beneden zetten. De graden blijven hetzelfde. Enkel de akkoord veranderen. Maar voor ons is dat niet van belang. Enkel als je mij muzikanten werkt, zoals een gitarist of een pianist, um, die hebben dat nodig. Voila, nu wat we gedaan hebben is eigenlijk een akkoordenreeks gemaakt en daaruit kunnen wij akkoordjes selecteren naar smaak en die akkoordjes op een volgorde zetten um, zodanig dat het leuk klinkt voor ons. Ja. Ik ga dat keer even demonstreren. Dus ik ga weer alles selecteren en we gaan vandaag in do iets schrijven. Dus voilà, we zitten in do. Stel je voor, ah ja, um, de eerste tel um, wil ik de eerste graad en dan de tweede graad wil ik niet gebruiken, derde graad ook niet. Bijvoorbeeld de vierde graad wil ik dan, voilà, daarna de vijfde graad, voilà. En dan die graden ga ik ook niet gebruiken en dan de eerste graad. Uiteraard kun je ook graden herhalen, hè? je kunt bijvoorbeeld 1-4-1-1 doen ofzo. zo. Allee, je kunt dat echt mixen en matchen zoals je zelf wilt. Ik ga dat nu even laten horen. Voilà, deze progressie heb ik gemaakt. 1-4-5-1, ik heb allemaal majeur akkoorden gebruikt. Nu, is in Do, dus ze heten C, F, G, C voor als je externe muzikanten hebt. Nu heb ik een progressie gemaakt. Uiteraard kan ik vele andere progressies ook maken. Ik moet niet altijd op de 1 beginnen of op de 4 beginnen. Ik kan eender op welk akkoord beginnen en de lengte ook aanpassen. Een beetje zoals bij melodielijnen uh, kan ik ook bijvoorbeeld zeggen: die drie nootjes. Voilà, wil ik korter. Hier, die wil ik langer. Dus je kunt met ritmes werken. Hè? Bijvoorbeeld hier wil ik even een. Oei, even een rust. Allez. Voilà. En een keer laten horen hoe dat deze klinkt. Voilà. En zo kun je eigenlijk je akkoordenprogressie een beetje ja, upspicen. Um, door. Ja, bepaalde ritmes te veranderen. Dan wordt het iets interessanter ook voor de luisteraar. Nu, het volgende stapje is met omkeringen werken. Ik ga even command zetten dat we terug onze vier akkoordjes hebben. Wat zijn omkeringen? Dat wil eigenlijk zeggen dat onze akkoorden uh, worden gewisseld van structuur. Dus eigenlijk. Gaat dat een octavering van bepaalde noten zijn? Bijvoorbeeld, we zien hier de eerste graad naar de vierde graad, dat is eigenlijk een heel grote sprong. Ja, we zien dan die noten ineens veel hoger zitten. En vaak wordt dat niet echt als mooi aanschouwd, maar dat kan natuurlijk. Hè. Maar Vaak gaan ze dat oplossen door bepaalde noten een octaaf hoger of lager te zetten. Ja, de shortcut daarvoor in Ableton. De shift ingedrukt houden en dan een pijltje omhoog of omlaag. En dan gaat je een octaaf hoger of lager zetten. Nu, je ziet, we hebben de bovenste noot naar beneden gedaan. En nu zie je dat de onderste noot hetzelfde blijft. De tweede noot gaat maar een, klein, een, een half stapje naar omhoog. En de laatste noot gaat een volledige stap naar omhoog. Dus die noten liggen veel dichter bij elkaar. En de meesten gaan dat gewoon mooier vinden. Dus dat is eigenlijk een omkering van het akkoord. Dat kunnen we bij, elke uh, bij elk akkoord doen. Bijvoorbeeld het derde akkoord, dus de vijfde graad, kunnen we de twee bovenste noten naar onder zetten. En voilà, dan ga je weer zien, dan hebben we iets minder sprongen, dan moesten we dat niet gedaan hebben. Nu, dat akkoord kunnen we volledig naar beneden zetten. Dus alle drie de noten, een octaaf, lager. Voilà, en nu hebben we eigenlijk een progressie gemaakt, bestaande uit omkeringen, waardoor alles een beetje dichter bij elkaar ligt en waardoor dat je dus een andere kleur krijgt. Ik ga dat even laten horen. Voilà, dat geeft toch een ander gevoel uh, dan hetgeen wat we daar juist hadden. Voilà, dus zo werken omkeringen. Dat blijft uiteraard dezelfde graad, dus eerste graad, vierde graad, vijfde graad, uh, maar. Uh, je hebt gebruik gemaakt van omkeringen. Nu is het voor jullie om aan de slag te gaan. Dus een opdrachtje dat je kunt doen, is uiteraard om zelf een progressie te maken. Ja. Ik wil dat je niet in de toonaar doorwerkt, omdat dat iets te makkelijk zou zijn. Dus probeer in een andere toonaar te werken door eerst te transponeren eh, zoals we al gedaan hebben. En gebruik zowel mineur als majeur akkoorden. Ja? Want hier heb ik bijvoorbeeld enkel maar majeur akkoorden gebruikt. Ik probeer er af en toe een keer een mineur akkoord in te voegen en kijken wat dat geeft. Je kan natuurlijk ook werken met ritmes om het interessanter te maken. En met omkeringen om het ook nog interessanter te maken. Dus laat u maar een keer gaan, probeer zelf een progressie te zoeken. Nu, deze progressie moet niet per se uh, bestaan uit... Vier akkoorden, zoals dat we hier gezien hebben. Je kunt ook maar drie akkoorden, of je kunt tien akkoorden. Je kunt doen eigenlijk wat je wilt, zolang dat je het zelf maar mooi vindt. Voilà, veel succes!